Wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over Moederdag. Dat doen we hier in deze straat. We gaan eens kijken bij de kinderen die in deze huizen wonen. Hallo Xavi. Hallo Luna. Wat leuk dat jullie er zijn. Nog heel even en dan is het Moederdag. Moederdag is de dag dat je jouw mama mag bedanken voor alle leuke en lieve dingen die ze altijd voor jou doet. We gaan samen vieren dat we zo'n lieve mama hebben. Hebben jullie al iets moois gemaakt voor jullie mama? Ja? Een mooie tekening? Nou, laat die maar eens gauw zien. Die is mooi, zeg Luna. Ik zie al heel veel dingen staan op de tekening. Ik zie jou op de tekening staan, Luna. En ik zie ook dat het zonnetje lekker schijnt. Ik zie een huis. Dat is vast jullie huis, hè? Ja. Het heeft een mooi rood dak. En ik zie jouw mama. Maar wat zie ik nog meer? Jouw mama heeft een baby in haar buik. Wat speciaal. En zo te zien houd jij heel veel van mama. Want ik zie ook allemaal hartjes. Wat heb je dat goed gedaan? En jij, Xavi? Heb jij ook een tekening voor jouw mama gemaakt? Ja? Ik wil hem heel graag zien. Maar die is ook heel erg mooi. Ik zie een paarse auto. Vroom, vroom, toet, toet. Dat is leuk. En ik zie jou op de tekening staan. En naast jou staat jouw mama. Met een vrolijke groene jurk aan. En zo te zien houdt ook jij heel veel van jouw mama. Want ook bij jouw tekening zie ik allemaal hartjes. Wat een prachtige tekening heb je gemaakt. Gaan jullie op Moederdag jullie mama extra verwennen? Wat zeg je? Hebben jullie samen met papa een verrassing bedacht? Vertel eens, Xavi, wat gaan jij en papa dan samen doen voor Moederdag? Ah, ik zie het al. Jouw mama houdt heel erg veel van koken. Maar op Moederdag hoeft ze even helemaal niets te doen. En dus gaat jouw papa aan de slag. En jij mag helpen. Met een mooie koksmuts op en een echt kookschort voor. Gaan jullie samen een taart bakken. En lekkere hartjes chocolade eten. Lekker hoor. En hé, wat zie ik nu? Jouw mama krijgt ook nog een hele grote bos bloemen. Zij boft maar jouw mama. En bij jou, Luna? Hoe gaat dat straks bij jou? Wat voor leuks hebben jij en jouw papa bedacht voor Moederdag? Dat ziet er gezellig uit. Jouw mama krijgt een verrassingsontbijt. Daar kan zij samen met de baby in haar buik van smullen. Jullie hebben een heerlijk geroosterd broodje voor haar. Met lekkere aardbeienjam, zie ik. Een kopje thee of een kopje koffie erbij. En zelfs een gebakken eitje. En als extra lekker een croissantje en een donut. Doe maar, wat een geweldig ontbijtje. En als het ontbijtje op is, krijgt jouw mama ook nog een cadeau.
Ik ben erg benieuwd wat daarin zit. Nu heb ik een leuk idee. Willen jullie nog een extra verrassing voor jullie mama? Een speciaal moederdag cadeau. Ja? Want ik weet een heel leuk moederdaglied. Dan zingen we het eerst een keertje samen en daarna mogen jullie het nog een keertje zingen. En zullen we vragen of de kinderen die nu aan het kijken zijn, of die ook meezingen? Dan hebben zij ook een speciaal moederdag cadeau voor hun mama. Zingen jullie mee? Ja? Leuk, daar gaan we! Wie is er lief? Dingeling, wie is er leuk? Dingeling, wie is er mooi? Dat is mijn mama. Wie is er lief? Dingeling, wie is er leuk? Dingeling, wie is er mooi? Dat is mijn mama. Mijn mama is van mij, zij maakt mij altijd blij, is van mij. Op deze dag alles mag, het is vandaag moederdag. Dingeling, wie is er leuk? Dingeling, wie is er mooi? Dat is mijn mama. Ik geef jou een kus. Dingeling, ik geef jou een knuf. Dingeling, liefste mama, ik hou echt van jou. Tot de volgende keer. Wie kan dat zijn? Goed geraden, het is het schaap. Maar hoe ziet een schaap er eigenlijk in het echt uit? Dit is een schaap. Hij heeft een zachte vacht van wol. Hallo lieve koeien, tijd om op te staan. Wat zegt de koe? Boe.
zegt de koe.